Yo mensen, tot ik weer kijk naar een nieuwe aflevering van natuurlijk Planet Coaster. En ik ben met... Met Mark. En Twan. En Twan. Zoals jullie weten, hè, wij zijn wel weer een behoorlijk stuk verder, zoals je hier ziet met de China-gedeelte. En ja, maar... Zoals je hier ziet, zie je ook geen gat meer. En hoe komt dat? Nou, de darkheid zit hieronder verstopt. Want dit... Ja. Kijk, zit mensen, let op, zit hè. Zit hieronder? Kijk. Dit is de dark raid. En ja mensen, we zijn een heel stuk verder. En we gaan dus een... Een alright... Oké, we gaan even hier naar beneden. Even de weg zoeken mensen. Oké, hier gaan we naar beneden. Twan heeft natuurlijk... Dit is de uitgang, denk ik. Nee, dit is... Dit is de wachtrijd van. Ja, maar je moet een keer aangepast worden, want dat is een beetje rommelachtig hier achterin. Ja, in ieder geval mensen, de wachtrijd is nog niet klaar. Mensen, dit is, jawel, de station. Dit hebben jullie wel eens gezien in de opnames. En nou, we gaan om te beginnen met deze aflevering, gaan we eerst even een onride maken. Zijn jullie er klaar voor, boys? Ja. Ja. Oké, nou. We zitten er klaar voor. Dan gaan we. Doe maar zo, we gaan er. Ja. Doe je beugels dicht, jongens. Ja, beugels dicht. Dan gaan we weg. Ik zie wel een klein foutje daar. Wauw. Ja, mooi. Ik vind deze scène echt mooi. Deze scène is echt mooi, jongens. Met In de ruimte. Met droomvlugmuziek trouwens. Hemelsbrug. Of je in een heel langzaam raket zit. Beetje door de ruimte, hè, Mark? Ja, een beetje door de ruimte zo. Dan, we gaan zometeen elke scène even langs. Wat beter kan en wat goed is. En dat je hier het mooiste vinden. Dit is de jungle. Maar ik vind het wel jammer dat het karretje dan een beetje draait. Ik vind het wel jammer dat het niet helemaal naar dat mooie... Ja. Oké. Oh, mag even mensen. Ik moet heel even de geluid van Planet Coaster even zachter zetten. Hij staat echt tering luid. Apply. Ja, ik vind het goed zo. Ja, okay. Die ook zo. Apply, oké. We gaan weer even verder waar we zijn gebleven. Helemaal goed. Dan moet je beseffen dat dit onder de grond is gebouwd. Ja. Onder de grond. Hoe lang hebben jullie eraan gebouwd? Nou, te lang. Maar we hebben ook een tijdje stil laten liggen. Oh. Nee. 4, 3 maanden? Oh, maar dit ik denk dat we gewinnen als met al... Als je één stuk zou bouwen, dan zou je het in de maand 2 kunnen. Nou, hier... 2 maanden, jongens. We moeten alleen eventjes nog dat draai nog even aanpassen. Ja, maar dit zijn er wel, ja. Dit, mensen... Ja, om de scène. Is de grotscène. Ja, een grotscène. Ja, deze scène... Deze is best wel speciaal eigenlijk. Hoe komt dat? Ik schrik me rot. Ja, ik ook. Ik krijg helemaal wat ervan. Ja. Kijk die... Hoe heet dat? Komt niet meer op. Dat is een monster, Mark. Een monster. Kippenvel. Ik krijg helemaal kippenvel. Nou jongens, zo dit... Hij is niet echt goed verlicht ofzo, je kunt hem... Dat is nu ook helemaal niet goed zien. Ja, dat kan ook aan mijn video-instellingen liggen hoor, want ik vind hem ook aardig donker. Kan ook aan Skype liggen, want dan heb je de resolutie iets minder. Nou, dat kan ook. Maar deze zijn het dan, hier komen we gaan, is omdat de pers zijn even belangs. Wat nou beter kan, kijk, we gaan niet zo kijken, want zo ziet het er niet uit. Nou, ik ga dit even doorspoelen hoor. Ja, hij komt 2 keer langs. Nou, niet zo boeiend. Nou, we gaan wat versnellen. Nou, jongens, de deur moet open. Jongens, deur open. En dit... bijna gecrementeerd. Even een leuk feitje, mensen. Dit stukje heeft, deze gang heeft Twan gemaakt. Ja. Al best wel leuk zo. Ik heb een beetje effect toegevoegd, zoals deze bouw. Boom, hallo. Wat leuk, ja. Maar ik heb wel speels of zo, hè? Ja, ik vind het wel wat hebben.
Mark, jij hebt hem ook nog niet gezien deze dagrijd natuurlijk, hè? Nee, ik heb alleen de eerste twee scènes gezien, drie scènes gezien geloof ik, en deze hier nog niet. Deze scène ziet er wel leuk uit. Ziet nog wel een beetje kalig uit. Maar ja. Wel mooi. Kalig, ja, maar ik denk ook niet dat je hier meer moet toevoegen. Niet zoveel. Misschien is een piramide of zo. Het is Egyptisch, toch? Het is een tempel, Mark. Maar nog goed. Oh, de tempel. Maar ja, je zou er wat rots... een graf kunnen maken, zeg maar, van een of andere graf. Oké, jongens, houd het idee nog even voor je, wat dan gaan we zo meteen even bespreken. Naast we alles aan het stap even langs gaan. Dus misschien is handiger, want nu gaat het een beetje snel. Anders ga ik het vergeten. Ja, precies, dat is. Nou, dus ben ik een tussenscène. Ja, dat is ook nog niet helemaal af. Ja. Nou. Oeh, mooi geesteffect. Wat is dat blauwe dan? Wat je net zag, die rook bloeien. Ja. Nou, dat is een soort van geest waardoor het doorgaat, zo moet je zien. Ja, die ramen klopt niet helemaal. Nee, die ramen dat nog hard tegen de dingen aan. Oké. Hier slaapt een draak, die bewaakt dit. Je moet alleen nog poortwachters, dus anders heb je al. Je moet wel dat ding weghalen, want je rijdt er nu tegenaan. Ja, dat klopt, je vergeet dus dit. Maar de detail moet nog, mag ik? En de reden waarom dit trouwens zo koud is, hier zo, de baan ziet, wij gaan hier nog wat tussenvoegen, dus qua decoratie. Oh ja. Anders vinden we het... Hij doet niet helemaal af. Nee, deze zet het nog niet helemaal af. Doe nog dicht. En je hoort natuurlijk ook Efteling muziek. Dat zal niet helemaal af. Wij horen niet. Nee. Hier hoor je een linkje van Symbolica, als het goed is. Maar ik vind het wel wat hebben, met die dynamant zo, met die lasers en zo, vind ik wel wat hebben. Ja. Oh nee, je ziet dat ook een hekje weg is hier zo. Ja, aan de andere kant ook. Ja, klopt. Ja, het is misgegaan met het ontdoekte pad, even de bodem, de vloer eruit halen. Hoeveel rondjes maakt die al hier? 1. Nou, dan gaan we even naar een tussenscène, hier zit niks. Oh, hier moet nog gebouwd worden. Ja, er moet nog gebouwd worden. En dan ben je in de heelal? Dit heeft van gemaakt. En dan komen we bij een soort van stad. Met allemaal lichtjes, maar we willen hier nog een effect toevoegen dat er alles in de fik vliegen en zo vlammen en zo ziet. Oké. Als er een beetje een special effect nog erbij. Ja, of iets tevoorschijn komt. En dan gaat hij langzaam weg. Dat is een beetje afgeleid van Symbolica natuurlijk ook, hè? Ja, precies. Ja. Ah, mooi. Beetje space muziek. Nee, en dit is ook nog niet af. En dan kom je in een kale scène en dit wordt een beetje een open scène, een beetje Duitse... Het rijdt op zich wel lekker van hier. Ik heb die blokken erop gezet om te weten waar die baan loopt. Hoor. Ja. Je denkt van... En dan komen we... En dan komen we weer bij de station. Oké, we gaan even alle scènes weer langs. Ik doe de muziek even weer wat harder. Mag je de muziek hebben gemist, dan hoor je dat nu. Ja. Maar dan heb ik even puur om, even makkelijk om te praten. Nou weet je, ik doe de muziek wel even iets zachter. Zoiets. Sorry mensen, moet wel verstaanbaar zijn, hè. Nou, ik zie dat hier ook iets niet helemaal lekker loopt. Ja, dat klopt. Je mag weg, die blok. Nou, doe dat even gelijk. Ja, grappig. Ja, autosave. Ja, zo veel met Planet Coaster. Want bij een bouwen heb je een keer autosave. En ik merk dat daar moet hij nog doortrok. Maar die moet nog, die twee moet nog kopje eraan vasten. Twan, dat hoeft helemaal niet weg, maar dat moet zo. Want die is hier sterrenhemel. Even achter. Dat is deze blok. Nog een stukje dikker dan. Hij moet niet door de deur komen, toch? Nee, dat is zonde. Hier zit ook nog iets niet goed. Nou ja, mensen, dat doe ik later eventjes. Trouwens, is dit is niet de park die ik opsla, dus Twan heeft een goede park. Oké, ja. Dit is dus de... Oh, je hemel berucht. Dus deze scène is voor mij pad eigenlijk af. Ja, dat zie ik toch niet, die gedeelte daar, aan de linkerkant. Rijdt toch eerst naar de rechts, rijdt hij eerst. Wacht even, oh. Wacht even, hij gaat er nu toch even kijken.
Het rijdt eerst deze kant op. Op de andere kant zie je dan toch niet. Dus dat is dan niet zo erg als er niks is. Maar, autosave. Is hij van de afstand van? Altijd autosave, word ik gek van. Is hij mooi, is hij af of niet klaar? Jawel. Ja. Misschien een massamannetje, maar ik weet niet of je het niet hebt. En hier komen we in de jungle. Dan moet je niet zo een rondje gaan maken. Nee. Dat heb je net ook al gedaan. Ja, weet ik. Oké, dat is dus hier. Wacht even, ik ben even de weg kwijt in deze. Oké, dus nu komen we in de jungle scène. Kijk, het draaien. Oh, maar staat de muziek toch in je hart. Goeiedag, hé. Alle muziek, hoppa. Doe maar eventjes zoiets. Hoppakee, zo. Deze scène is voor mij. Het draaien mag voor mij eigenlijk nog anders, Twan. Ja, iets weet ik kan dat, ja. Dat is iets wat hij deze kan. Dit stuk is hier niet helemaal. Dus hij draait daar, als hij de deur uitkomt, dan draait hij wel iets naar links, maar nog niet. Of iets naar rechts, maar nog niet te ver naar rechts. Maar iets verder naar rechts. Nee, maar dit stuk moet je wel kunnen zien, dit stuk. Maar ja, je moet dit dus ook kunnen zien. Het is best wel lastig om te maken. Dan draait hij dan uiteindelijk natuurlijk, dus dan pakt hij dat. En, gaat hij dan. En even toevoeging, hij moet zoals de stand kunnen zien, en dat ziet hij ook niet als hij draait. Dat moet je allemaal nog aanpassen. Nou, dit is voor dat deze scène. Dus eigenlijk is het best wel mooi op zich al, hoor, mensen. Het is echt een oerwoud. Je moet je voorstellen trouwens, hè. Jullie zien dat het regent, maar als je hierin zit, ben je droog, hoor. Ja, dat zal je zien. Dat is zo geprogrammeerd, ja. Fantasie gebruikt, jongens. Dan komen we bij deze scène. Zoals je, hier moet nog allemaal steentjes toegevoegd worden. Wat plankjes door de. Ja, plankjes hier zo op de muren, hè, Mark? En we kunnen nog wel wat kanten ertussen vallen. En misschien hebben we. En als we die lamp hebben, dan komt. Terwijl hier stenen zijn, van. Dus, stel dat je hier zo stenen hebt, hè? Zo. Oh, wacht even, wat de fuck is dat nou weer? Nou, stel dat je hier stenen hebt, dan doe je zeg maar zo'n blauw lampje, weet je, oh, erbij. Kijk, bijvoorbeeld deze. Dan doe je zeg maar deze zo. Even kijken hoor. Zo, weet je wel. En dan doe je dit bijvoorbeeld donkerblauw. Kijk, ik krijg toch een beetje zoals wat steen effect, zie je dat? Kijk, een beetje zoiets en dan komt dat met een steen en zo. Of dat mooi is, dat weet ik niet hoor, maar. Dat is mijn beest ook beter. Ja, precies. Dit zelf vind ik eigenlijk nog iets te donker, maar je moet je ook niet te veel aan doen hoor. Op zich ziet het er leuk uit. Muziek hier is ook prima. En dan! Ja, maar leuk dat ding een beetje verbergen nog. Welk ding? Die ingaat, die scène. Dat je een beetje. Dat pas ziet als je erheen rijdt. Ja, dat kan niet maken. Je kunt niet alles maken in de Planet Coaster. Maar dan, dan komen we bij deze scène. Wat bedoel je, Mark? Hè? Huh? Wat bedoel je dat? Ja, nu zie je in de ingang, maar misschien is het leuk pas. Als je naartoe rijdt, te zien. Maar ja, precies. Ja, wel lastig hoor. Nou, deze zender zal ik ook niet te veel aan doen. Deze zender vind ik eigenlijk wel. Kijk, die bal is mooi weggewerkt met rook. Hier zo, dus. Oh ja, is het rook achter, ja. Ja. Waardoor even donker maken, kan je beter zien. Ik zal hier ook niet te veel mee aan doen, Artwan. Nee. Hier is ook niet zo. Deze zender lijkt koud, maar we zouden misschien hier zo nog wat kunnen doen, hier zo. Bij die rotsen? Ja, aan de rechter. Aan de linkerkant ook, denk ik. Mm, ja. Dat kan niet, want dan loopt de baan. Oké. Okay. Maar kijk maar. Lopen. Kijk maar, als ik de weg haal. Zie je dat? Oh ja. Kijk, loopt zo hier zo de baan. Ja, misschien rechts daar dan. Dus vandaar dat we dat vrij hebben gelaten. Ja, misschien tegen de muur aan of zo, zo'n die. Alleen, alleen deze dingen moet je even aanzetten bij jouw huidige blueprint. Oh ja. Dat zou mooi zijn. Ja. Zo'n mummy-graf-ding. Ja, we hebben ook mummies, dus misschien kunnen we ook nog wat. We hebben ook mummies die uit het graf kruipen, hoor. Dus, misschien kunnen we nog wat doen. Oké, we gaan door naar de volgende scène. Deze scène is ook klaar, of niet? Ja. Ja, misschien nog een mummy erbij toevoegen. Misschien een klein dingetje. Misschien doen, ja. Niet te veel meer doen. En dan, de deur trouwens. Mag trouwens ietsjes terug. Want dan, anders zie je, ja. Zit je echt tegen de deur aan voordat het een keer open gaat. Zie je echt zo, dan gaat hij open. Snap je wat ik bedoel? En dan, deze zijn het wel, wat moet hier nog aan gebeuren? Oh ja, moet nog wat muzikalig nog, er moet wat schilderijtjes natuurlijk. En misschien nog die laminaat aan de muur, weet je wel, van die, ik weet niet hoe dat heet. Vloerbelegging. En die, ja, oh, spokjes.
En ja, die raafdoer ook erachter nog. Ja, die raafdoer zijn. Ik zal die paarse kleur rood maken zo. Ik heb een blueprint gedownload. Die is een deur en die kan open en dan geeft hij een brandlicht achter. Oh ja, dat is ook nog leuk om toe te voegen. Oh ja, ik heb hier wel leuke boekenkastjes waar boeken eruit flikkert. Nou, leuk. Inderdaad, want er zal me daarin toegevoegd worden, maar deze is nog niet helemaal af, in ieder geval. Maar ik had zoiets van, ja, we doen eerst die scènes allemaal maar. Dan zien we daarna wel hoe we alles kunnen proberen en of we nog details missen. En... Mark, wat vind je van deze scène trouwens? Mark? Ja, wel mooi. Ja, hè, we hebben wel even wat, toch? Ja, je had wat. Ja, inderdaad. Nou, we gaan door naar de volgende scène. Hier hebben we, kom je bij de slapende draak, die heeft al die rook geblazen om je te zien hier. We zouden even die sterren helemaal wegwerken. Ja, of je moet doortrekken hier. Dat is wat jij wil. Oh ja, natuurlijk van ja, deze. Of je moet dit doen alsof dit dan open is, zeg maar. Dat je dit en dat ik dan een soort van... Want de draak ligt meestal open. Dus als je dan die sterren helemaal erover doet, dan lijkt het dat het... Ja, mee eens. Dan s'avonds is, dat je dan open, dat het gewoon binnen blijft. En misschien nog wat... Als je daar achter die, waar die lampen bij nood tegenaan kijkt, tegen die muur, dat je daar een hele grote deur maakt. Ja, doe als maar. Als je het in dit, dan moet je die zelf maken. Ja, dan moet je wel steeds een beetje natuur moet er nog dan bij. Ja, dus dan een beetje binnenplaatsje is. Ik vind dit wel een leuke tussenzinnen. Het gaat ook hier goed. Ja. Nou. En misschien dat die ridders mogen ook nog wat doen. Kijk, maar deze ridders kunnen wat doen. Kijk maar. Als ik deze van de trick afhaalt, zie je dat? Ja. Dat is leuk als je hier dan zelfde val zo hebt. Alleen die zie je niet. Nee, maar stel dat je deze zo omdat doet. De achterkant die draait daarheen. Kijk dan, als je die ridders zo doet. Ja, dat zie je net nog wel. Maar... Dus je doet. Er zit er een beetje tussenin. Oké, okay, en dan mensen. Oh, ik zie dat hier een plafond opbreekt. Nou ja, dat komt nog wel. Dan komen we bij deze scène. Dit is de scène waar die de mantel wordt bewaakt, zeg maar, door allemaal ridders en zo. Ja, dat is ook wel een beetje kaler. De ridder, dit moet nog dicht natuurlijk, maar hiervoor komt natuurlijk nog wat decoratie. Daarom hebben we dit even weggehaald. Maar dit, voor de rest, de verlichting is goed. Alleen, iets te koud nog. Ja, ik zou het vroeger nemen. Maar dat hebben we expres gedaan, Mark, die vloer weggehaald hier. Maar dan komt dat omdat we dit stuk eventjes wilden kijken, dit stuk. Om te kijken van wat kunnen we daar nog plaatsen en hoe loopt de baan daar, snap ik wat ik bedoel? Iets van kratjes of like, misschien zo'n, Heel veel. Inderdaad. Nou, we gaan door naar de volgende. De muziek is trouwens ook goed, dus een beetje inderdaad. Dus dan moeten we nog even. Uiteindelijk gaat het, als je helemaal klaar is, gaat het allemaal wat allemaal afgewerkt. Juist. Dan gaan we door naar de volgende scène. De scène waar nog niks is. Misschien kunnen we hier een beetje zo van buiten scène maken, Thomas. Snap ik bedoel? Een beetje dat je gevoel dat je buiten bent. En lukt tijd niet zo. Kan je hier niet een soort schilderijen, spiegels doen, weet je wel? Net zo'n scène als een. Laten we gaan, dan kom je in één keer bij een soort scène met allemaal spiegels. Ja, maar je hebt geen spiegels. Ah, nee. Ja. Of je jezelf tegen kan komen, weet je wel. Ja, maar dat is best wel lastig om te maken hoor. Als je dat wilt doen, dan moet je dus nog een baan maken of een trigger die precies langs loopt als dat karretje langs loopt. Maar het probleem met deze scène is, kijk, want hier is deze scène en daar is die andere scène, dus je hebt daar geen ruimte voor. Nee, precies. Nou, wat is leuk voor deze scène, jongens? Oh Twan, je hebt de grond niet helemaal lekker doorgetrokken, zie je dat? Maar goed. Wat is dat dan? Oh, dat is een stukje aarde wat hier zweeft. Zie je dat? Hier. Dat is echt apart. Maar ja, inderdaad. Maar ja, Twan, wat is leuk voor deze scène dan? Mark dan, heb jij een leuk idee voor deze scène? We moeten een tussenscène hebben, buiten, hè? Maar je bent deze op de tussen, grond, hè? Deze tussenscène moet een beetje hier aan gekoppeld worden, zeg maar. Dat die. Ja. Snap je wat ik bedoel? Misschien moet je daar ook zo'n stap maken. Ja, ik weet niet of dat kan maken. Of een soort. Ja, weet niet. Ja, inderdaad, een start, ja. Dat lijkt me ook wel wat van. Weet je zo van Main Street-achtig van? Kun je dat maken? Ja, maar het is maar opgehoord, en het smaak. Nou, dan moeten we. Misschien zo hebben, dan moet je die nog een etage hoger doen. Wat wil je dan hier maken dan?
Maar misschien iets met Wild West of een, in ieder geval of iets met de natuur of zo. Wild West, dat gaat niet. Het is meer een tempel en dan. Ja, misschien dat je dit wel zo uitgraaft, zo bijvoorbeeld zo. Hey, wacht hoor, zo uitgraaft zo. Oh, dat is een beetje te laag. Iets groter. Ja, dit is toch niet opgeslagen hoor. Dat je hier zeg maar een beetje water maakt. Dus bijvoorbeeld zoiets. Dat je daar zo'n watervalletje maakt. Of zo, weet ik veel. Maar in ieder geval dat. Nou, dus hier moeten we nog even over spectaculair op deze zijn, hè jongens? Ja. Ik kan ook een aquarium. Oh nee, ik kan niet zeggen. Wat? Een aquarium. Nee, dat kan dus niet. Deze. Stop. Oh, deze zijn er. Stop. Wat? We maken gewoon een soort van. Gewoon een bos of zo. Ja, dan maken we dat wel. Of het is. Je muur zit te laag. Dat is allemaal. Zo die dak moet eraf halen en dan moet ik daar. Ja. Maar ja. Een dak gewoon hoger. Nou, dan komen we uit op deze trend. Dit is de laatste trend wat deze trend heeft van ons gemaakt. Ja, dat is een beetje klaar. Kijk, weet je wat, wat ik hier nog wil, mensen? Dat kan ik jullie nou mooi laten zien. Dan ga je naar effecten toe. Dan gaat er ergens fire. Allee, een beetje een grote vuur hebben. Kijk, en dan gaat het zo allemaal een soort fik in. Ja, dat is ook een. Maar allemaal vind ik nu niet echt mooi. Nee, door het vuur zie je het bijna het effect niet meer. Nee, maar die vuur gaat alleen aan als het karretje weggaat, hè? Ja. Oké, Twan, dit even wat zie je dan? Ja, bij dat geval wel, maar bij die andere vind ik niet zo mooi. Je moet alleen zo doen. Ja, of je moet nog wat anders, je hebt nog een explosie of Ja, er moet eerst een explosie, dan moet er vuur komen, snap wat ik bedoel? Ja, zeker. Dat vind ik nog wel een leuk effectje erbij, anders kom je hier en gebeurt hier niks, snap je wat ik bedoel? Kijk, oh ja, jullie zien hier vuurvliegjes, hè? Ja, ja. Dat zijn vuurvliegjes, maar wij doen net alsof dat gewoon sterren zijn, zie je dat? Van de sterren, zie je dat, weet je? Ja. Nou, en dan komen we aan bij, dus deze zijn dus bijna klaar, nee, want dat is best effect dus. Deze zender, wat gaan wij hier doen? Hier wouden we iets van open gebied, of niet van? Iets met open. Nou, een beetje Duits. In dikke Duits, omdat Duits het park is. Omdat die wachtrij. We willen in ieder gebied eigenlijk wel een beetje op zoek laten komen van het park. Dus dat is echt gewoon heel goed. Dus die dak of de station, de opstapstation is ook Duits. Oh ja, waar we ook aan moeten denken, dan is nooduitgangen en weet je wat ik bedoel? Camera daar en camera hier, ja, dat is een ideaal plekje trouwens, zie ik zo. Je weet wel dat die karretje tegen die paaltjes gaat rijden. Ja, kijk, hij gaat er dorst weer maken. Dat heb ik echt best gedaan. Maar Mark, als je de dag tot nu toe zo ziet, hè, wat vind je ervan? Want als je paaltjes er niet zijn, weet je niet waar die baan rent. Ja, precies. Precies. Maar ja, hij is super mooi. Ja, ik vind het ook wel mooi worden. Deze mooi toch? Ik, ja, ik, dus wat vind je tot nu toe van de dagrijd? Nou ja, als we die andere twee zijn, dan moeten we even nog detail. En dan is deze klaar, dan kunnen we weer verder met een andere dakrijd en natuurlijk ook de achtbanen. Het land er bovenop kunnen we dan ook wel weer aanvullen met attracties. Klopt. Twan en ik maken altijd samen attracties, omdat we puur we samen een beetje fantasie hebben en we samen één geheel. Het mooiste is trouwens, als werk zegt, nu ik zo even hier kijk, het mooiste vind ik hier als die deur op gaat dat je vuur omhoog komt, weet je wel. En dan denk ik van, oh kut, ja. We worden gebarbecued, dat vind ik wel echt wel een mooi effect. Dus kijk, als... Ja. Hey, net zie je die al die skeletten naast je, en nu zie je, hé, daar worden we zelf skeletten. Kijk, hij is uit en hij is verder. En uiteindelijk van dit is ook goed dan. En dan gaat hij aan. En dan word je gespiesd. Ja, maar echt jongens, ik vind het echt mooi, de tag is wel echt mooi één geheel. Ja. Dit vind ik de mooiste zin tot nu toe trouwens, ik ben samen met de tempo. Kijk, ik denk dat dit het mooiste vindt. Ja, ik denk het ook. Dit is ook wat trouwens. Ja. Oh, ik zie hier een foutje. Maar in ieder geval mensen, dat was dan nu toe onze dakrijd. We gaan nu even de weg terugvinden. Oh, dat is ingang. Nee, ik wist er niet meer uit, omdat ik dak erop zit. Ik moet een beetje dicht doen. En dit, de ingang, de wachtrij wordt een beetje grot. Twan, dit is ja, niet, dit is niet helemaal lekker dit. Nee, maar dat klopt, dat kan ook niet, past ook niet. Het past nog niet, dat kan ook niet.
Oké, okay, voor de rest wat we aan updates hebben, Tron heeft bezig... Dan moet je heel even te denken dat ze in de Darkrai onder de grond zit. Dat kan, ja, dat is wel raar dat ze helemaal geen Darkrai ziet, terwijl er een hele grote Darkrai ziet. Bro, check één keer hoe groot het is, als je er boven grond zou bouwen. Maar zo kun je wel een attractie erbovenop bouwen. Ja, nee, want hier komt weer een themagebied. En voor de rest hebben we qua voortgang, Tron is bezig met een station. Zo neemt hij me af. En voor de rest, ik heb dit gebouwd, trouwens, leuk. En Twan heeft nog een achtbaan gebouwd, we zijn nog bezig met de decoratie van Max' River Quest. Dat is nog een beetje maar dat komt wel goed. Ja, en de grot ook, ja. Ja, voor de rest hebben we niet echt heel veel updates, hè, Twan? Nee, we zijn echt helemaal met die Darkrai bezig geweest, hè? Ja, die Darkrai willen we het eerst nu af hebben, want ja, daar zijn we al zo lang mee bezig. Ah, zo lang. Ja. Niet echt lang. En alleen wat nog op bij is gekomen, dat is deze achtbaan. Ja, Michiel, hou ons op. En we zijn opeens met de wachtrij, dus we hebben nog genoeg te doen. Dus dit was de update video van ons park. Zover zijn we nu. Leuk om nog even een rondje in de achtbaan die ik gemaakt heb. Oké, zullen we dat doen naar de afsluiting, Tron? Vind ik een mooi idee. Ja. Oké, dus mensen, we willen in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Abonneer even op Mark vlogkanaal en, Mark gamekanaal. Mark heeft een gamekanaal, dus... Dankjewel jongens. En zie jullie ook op, vergeet ook niet op hun hele kanaal te abonneren. En bij Mark vlogkanaal of gamekanaal en vlogkanaal zie je ons ook wel regelmatig voorbij komen. We werken samen dus. En we zijn goede vrienden ook nog, dus. Hè, pluspuntjes. Gelukkig. Ja, binnenkort zie je allerlei leuke video's weer voorbij komen. In ieder geval, we gaan veel afsluiten met een onride van een... Best wel heftige achtbaan wat Lan heeft gemaakt. Maar het is het resultaat dat het al heel goed zijn. Maar in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. Hè, Twan? Ja, zeker. Wil je nog wat zeggen? Bedankt dat ik mee mocht doen, jongens. Ja, graag gedaan. En kijk even op ons Instagram. Ja, Instagram. En hoe heet die? TwanRatTube.nl. Zag het NL. Laat een leuke comment achter, jongens. Laat een leuke comment achter. Dus mensen, we gaan nu eens even kijken naar Twanse achtbaan. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Woe! Tot de volgende. Tot de volgende keer. Doei! Nou, we gaan, hè. Doei. Let's go. Beugelsleden zitten dicht. Oh, daar gaan we. Ik durf niet meer. Nee, ik schijn nu al 7 kleuren, Twan. Ja. Bij de WD's audio kom ook erin. Ja? Ja. Mooi. Ja, dit is wel eng hoor, Twan. Je hebt het best wel eng gemaakt. Ja. Oh, hij is hoog, jongens. Hij is hoog. Hij haalt ook net. Hij is natuurlijk nog niet gedecoreerd. Hij is nog alleen eerst. Nee. Naar welke heb je deze geïnspireerd? Inspireerd. Gewoon zelf gemaakt. Twanse fantasie, jongens. We hebben hem al naar de Efteling gestuurd. Zo achtbaan wil ik in de Efteling. Nou, als je Efteling zover kan krijgen. Ja, nou mensen, we gaan nu van de drop af. En het is echt best wel lekker soepele dropje dit, hoor. En hier heb je 5 miljoen euro. Kun je realistisch maken. Holy shit, best wel eng, toch? Ik weet niet of deze overweg opgaat, volgens mij niet. Nee. Ik doe maar een bril maar op, hè. Want, Dan moet je geen bril op hebben, Mark. Dit denk je verliest. Ik heb een skibril op. Ja, dat was wel leuk. Want toen waren we in de Mediamarkt, zagen we een bril van Bose. Oh ja, klopt, ja. En als je die dan opzet, dan hoor je omgevingsgeluid. Terwijl de muziek draait die. Heel raar. Ik denk net als de muziek aanstaat in een omgeving waar je bent. Ja, precies. Oh, wat een lekker lang achtbaan is dit, van heerlijk. Dat is wel lang, ja. Beetje bergen, ja, een beetje bergen maken en dan is echt mooi geel. Yeehoe! Mark, wat vind je van de achtbaan? Ik ben er nog niet uit. Maar hij is ook nog niet aan, maar nog niet echt... Nee mensen, we zijn nog niet klaar met deze achtbaan. Ja, maar mensen,
bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ja. Ciao, ciao. Tot later. Doei, doei. Ciao, ciao.